Schulp Vruchtensappen is een kleinschalig familiebedrijf. Consumentenvragen die binnenkomen, die lees ik zelf en mag ik ook zelf beantwoorden. Erg leuk om te doen. Laatst kwam er een vraag binnen en die heeft me toch wel aan het denken gezet. Die vraag ging over: waarom gebruiken jullie geen statiegeldflessen, maar maken jullie gebruik van eenmalige wegwerpflessen? Uiteraard heb ik een volledig antwoord teruggetypt. Geachte mevrouw, statiegeldflessen worden wel hergebruikt, maar niet zonder milieu-impact. Ze moeten uit heel Nederland weer retour komen. Bovendien moeten ze ook gereinigd worden. Eenmalige flessen anderzijds kunt u bij u in de buurt in de glasbak stoppen. En glas wordt ook nog eens tot vele malen gerecycled. Nadat ik het antwoord gegeven had, dacht ik hierop door en vroeg ik me af, wat is nou echt duurzamer? Daartoe hebben we besloten om een levenscyclusanalyse te laten uitvoeren. Hierbij worden de plussen en minnen van beide flessen afgewogen voor onze specifieke situatie. Met deze uitkomst kan ik niet alleen de consumenten beter beantwoorden, maar ook invulling geven aan onze eigen wens om zo duurzaam mogelijk te ondernemen.